Ik ga toch even uitleggen waarom onschuldige transgrapjes niet onschuldig zijn. Het zijn grapjes in de trant van als ik ergens tussen twee polen zit, dan ben ik dus trans, ertussenin. En ik kan trans dus overal aan vastplakken. En het andere grapje is trans zijn. Oh ja, dan identificeer je je als iemand. Ik identificeer me dus als vrouw. Nee, ik ben een vrouw. En dan krijg je grapjes als... Nou, ik identificeer me als gevechtshelikopter. En wat je allemaal nog meer voor maffe, rare dingen kunt verzinnen. En dat trekt het trans zijn in het belachelijke. Het ondersteunt ook het idee dat trans zijn gewoon volkomen uit de lucht is geplukt. Dat ik op een dag wakker werd en dacht, weet je wat? Ik heb een zin om vrouw te zijn. Laat ik dat eens gaan doen. En het is dit idee wat versterkt wordt door dit soort grapjes. Ze zijn dus niet onschuldig. En ik leg het nu even uit, want als ik dit uitleg nadat iemand zo'n grapje heeft gemaakt, is mijn ervaring dat ze dan opeens heel erg in de verdediging schieten. Heel erg, oh, maar dat was helemaal niet zo bedoeld, dus moet je het ook niet aantrekken. En als ik me dan wel aantrek of wil uitleggen, ben ik opeens de kwaaipier. Dus ik denk, nou, om dat even voor te zijn, ik ben nu geen kwaaipier. Ik leg het nu gewoon heel rustig uit. Toch? Ben ik rustig? Ja, ik ben rustig. Dat...